democratisch verzet, dat is dit democratisch verzet tegen de tirannie van Rutte en Kaag is keihard nodig. We pikken het niet langer. We hebben er genoeg van. Ons land wordt afgebroken. Ons land wordt kapot gemaakt, aangevoerd door de links-liberale slopers van D66. En ik zeg jullie, niet de boeren, maar dit kabinet is het grootste probleem van Nederland. Niet de veestapel, maar D66 moet woensdag worden gehalveerd. En het grote probleem van Nederland is niet de hoeveelheid stikstof per hectare, maar de hoeveelheid idioten in het kabinet. Het is, beste mensen, het is een smoes om de boeren. Stikstof is een smoes om de boeren weg te jagen en een land vervolgens vol te proppen met duizenden woningen voor asielzoekers. Dat is een echte agenda. De D66 agenda van boerenhaat en de afbraak. Maar vandaag spreken wij wat met elkaar af. Vandaag maken wij er een historische dag van. Vandaag spreken wij met elkaar af dat we Nederland gaan terug veroveren. Dat we Kaag en Rutte gaan wegstemmen. En ik vraag aan jullie, gaan we dat doen? Ja! Willen jullie meer of minder Rutte en Kaag? Ja! Het zijn niet alleen de boeren. Het zijn ook de vissers van Nederland die worden weggepest. Die kwaadwillend het leven wordt zuur gemaakt. Ik was laatst in Volendam en op Urk en ik zag het. Vissersboten naar de sloop gebracht. Ongelooflijke schande. Bedrijven die net als bij de boeren al generaties in dezelfde familie zitten, worden helemaal kapot gemaakt. Beste mensen, daarom zeggen wij, hier staat het. Stem ze weg. Eén keer met z'n allen alsjeblieft. Stem ze weg. En ik wil leven in een Nederland, in een vrij Nederland, waar boeren weer mogen boeren en vissers weer mogen vissen. Zijn jullie dat met me eens? Ja. Waar we ons geld, ons zuur verdiende geld en onze huizen weer aan onze eigen mensen moeten geven. Want het is toch een ongelooflijke schande dat in een rijk land als Nederland 5 miljoen gezinnen in financiële problemen leven, terwijl we barsten van het geld, maar dat geld door Kaag en al haar idiote linkse hobby's wordt uitgegeven. En het is toch onvergeeflijk dat 900.000 twintigers en dertigers nog bij hun ouders thuis moeten leven, terwijl ze een gezin willen stichten, maar geen woning kunnen vinden, omdat die met voorrang allemaal naar statushouders gaan. En het is toch onvergeeflijk dat onze ouderen in de zorgcentra 100 gram vlees en 150 gram groente per dag krijgen, omdat ze daar moeten bezuinigen, terwijl asielzoekers in luxe cruiseschepen zich iedere dag vol vreten met warme maaltijden en appeltaarten. In het Nederland van Kaag en Rutte staan Nederlanders op de laatste plaats. En ik ben dat spuugzat. Zijn jullie dat ook spuugzat? Dan gaan wij dat aanstaande woensdag met elkaar veranderen. Dan gaan wij woensdag Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Dan gaan wij Nederlanders weer op één zetten. Het wordt tijd. Het is de hoogste tijd dat er weer naar jullie wordt geluisterd. Jullie zijn de motor van dit mooie land. Zonder boeren en zonder vissers is Nederland Nederland niet meer. Wij gaan jullie, de boeren en de vissers van Nederland, wij gaan jullie weer het respect geven dat jullie verdienen. Wij gaan
Kaag en Rutte wegstemmen. Dus ik vraag aan iedereen hier, maar ook de mensen die thuis kijken, ga allemaal stemmen woensdag. Stem dit kabinet weg als het kan. Stem op de PVV. En ik zeg tegen jullie vrienden, ik hou van jullie. Bedankt voor jullie aandacht en heel veel succes vandaag.